Oh, mooi. Nou viel het met deze harde wijn viel het ook nog in de meter waaier als ze zo hoor. Maar dan blijft er een hoop net in de voor liggen. Tegen wijn te vuilen, dat gaat er niet uit. Wat moet ik nou doen? Dan gewoon onderrijden kiekendief. Die kiekendief te kijken. Die vliegt er bovenover. Ja, ze lopen mooi naar achter en dat moet ook nog een beetje. Ja, een heel beetje. Die zit op de zuidelijke schiet de rivier. En de lokkers die staan ook vrij voorop zeker. Ja. Ja. We gaan een beetje naar achteren, Mari. Ja, dus gaan we een beetje kijken hier naar achteren. We moeten nog een meter of 10, denk ik. Ja, we moeten naar achteren. Een goed bakje. Ja, dus, dat wordt op gevoel gezet, want dit is een andere pot. Dus ik weet niet hoeveel dat doorheen kan. Onze Mari heet altijd goed. Die gooit er een beetje koffie op. Ja, maar dan blijf je wakker, hè? Dan lopen ze mooie deur aan. Ja. Zal die Gent zijn, denk ik. Van goede koffie blijf je wakker, Adrie. Ja, ik drink toch veel koffie, maar ik sloop als een os. Wil je koffie drinken? Ik kies er nog even zitten schilderen en dat doe ik dan ook dan, weet wel. En ik ben wakker als ja, dan ga ik even schilderen en dan nog ook. Wat ben je aan het schilderen? Weer een paar putters aan het maken. Putters? Ja. Dat vind ik toch het mooiste vuurlijke wat er rondvliegt. Er zijn een paar mooie maren die ik nou gemaakt heb, maar nou, ik weet niet wat ik ermee moet maken. Waar ze op zitten hoor, proper ja, of maar... wissels of klessen of een karenbollen. Ja, karenbollen kan er op zitten, maar de achtergrond. Kijk, dat zijn die hebben de foto's gemaakt, weet je wel, die mannen. Mm-hmm. En dan trekken ze dat veulke dichterbij, maar dan zie je die achtergrond niet meer hoe het eruit ziet. Ja. Ze lopen er al een beetje op, of niet? Nee, ze lopen er veel. Moeten wij nog niet zien om echt te maken. Een donker kupje heeft hij één kuikentje Mari. Ja, dat weet ik. Dat zijn de rieten. Ja. Die lopen nog naar achteren. Die moeten niet gaan liggen zo de meter. Nee, dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Als we mee mogen maken, moet eigenlijk zo kunnen filmen dat het net er ook uitziet gewoon. Het begin met het net eruit ziet, ja. Dat moet kunnen. Ja, natuurlijk kan dat. Alleen dan wordt het beeld ietsje kleiner. Nee, ik heb die jonge rieten er ook speciaal uitgegooid, want die... Welke van de geelbak? Ja. Nee, dan zit hij een brulzak ze bij, hè? Ja, en wat is dat, een brulzak? Dat is een vuilzak. Oh, dat zo. Brallen. Je hebt dat niet geheerd. Dat is jammer. Ja, gaan ze er vol naast? Ja, dan lopen er nog veel. Kijk, en nou lopen ze weer op de zooienpon. Oké. Komt nog goed. Weer begon ze door nou zitten, hè? Met deze wind had dat niet gemoeten. Zit de kamer dat al wakker smerig. Kijk eens waar ze lopen, joh. Ja. Kijk. Niet goed, hè?
Hier zie je, dus nou moet je het zien, hè, dat hij eruit komt nou. Wat komt er nou nog niet uit, want ze lopen nog te kort, hè? Ja, maar als ze doorlopen niet. Zit daar zo werk aan als je de waar laat zien? Dat weet ik niet, zit daar nou gewoon werk? Ja, ja. Kunnen ook wegvliegen, hè? Ja, dat kan ook. Maar ja, zolang ze zo lopen, Mari. Ja, precies, laat ze maar even gaan. Dan is er nog niks aan de hand. Ja. Zolang ze zo blijven lopen, ze staan nog met de kont naar ons toe, dus dat is altijd goed. Ja, dat is. Ja, als ze er ook naar. Met de tamloop, dan wil ik het erover. Ja, ik denk. Ja, dan moet je trekken. Als ik die huisten zie zitten, dan zou ik zeggen, die zit erop. Maar hoe wijd? Het is net aan allemaal. Het kan goed zijn, kun je dat gewoon laten zien dat ze dan doorlopen. Ja, maar zoals je zegt, het is ook een risico, hè? Door hun lopen, zo wijd ligt de staf. Dus ik denk dat ze, of ze zitten ervoor, of ze zitten erachter. Nee, ik heb het idee dat ze wel achter ja, heb ik, aan de goede kant van de staf zitten. Dat denk ik ook. Als je denkt dat het goed is, moet je dat doen, hè? Ja, dat durf ik niet. Ik zal eens even hier kijken. Ja? Dat willen ze. Zou ik een eigen keer te zien door? Ja, dat kun je toch proberen. Dan zien we het vanzelf. Kijk, als ze dan nog een paar meter durven te lopen. Ja. Dit is wel de doortoon, hè? Ja, ze hebben je al gezien hoor, Adrie. Ze hebben je gezien. Kopjes gingen mooi naar omhoog. Ja, maar je gewoon tegen de wijn op staan. Ja. Ja, je hebt er een standbeeld van gemaakt, Adrie. Van die Gent, je hebt er een standbeeld van gemaakt. Ja, ja, door jezelf te laten zien. Het is net die nek die kan op en neer, maar ja, die hebben zo gemaakt dat die je kan draaien. Ik zou zeggen, die drie die staan gewoon binnen, maar kijk, nou kan je dat te zien. Een kuiken loopt erover. Maar die trekt. Drie. Drie kuikens zeker? Ja, en die willen er, kijk, willen er toch bij zijn. Ja. Dan kunnen ze er niet onder kruipen, hè. Dat is jammer. Nee, nee, daar gaat ie. Dat hoort er ook bij. Je kunt slaag overal een zooi in liggen. Nee, dat gaat ook niet. Ja, het is te hopen dat we een ouwe mee gevangen hebben. Ha ha ha.